zijn bij de TU Delft in de bouwcampus met allerlei bouwpartners in de keten. We zijn aan het nadenken over de innovatieagenda bouw. Ja, de bouwagenda is eigenlijk belangrijk voor ons allemaal. Voor de hele samenleving en ook zeker voor de bouw- en de infrasector. We werken allemaal samen aan geïntegreerde oplossingen. Ik vind de bouwagenda heel erg belangrijk, omdat we nu eindelijk eens met alle spelers die belangrijk zijn voor de bouw met elkaar afspraken gaan maken om een versnelling te gaan maken en een transitie te gaan maken in de bouw die er gaat toe doen in de toekomst. We zullen ervoor moeten zorgen dat werknemers ook voldoende opgeleid zijn en over voldoende vaardigheden beschikken om ook die nieuwe type uitdagingen qua werk uit te kunnen voeren. Dat vraagt van ons allemaal een inspanning. Die bouwcoalitie, dat zijn mensen die dat graag willen. Dat is enorm betekenisvol voor ons land, maar ook voor de vernieuwing van de bouw zelf. In de bouwagenda zou echt moeten komen te staan dat we de circulaire economie en de ketensamenwerking zeker bij elkaar moeten komen. Denk aan de gebouwde omgeving, het duurzaam maken van huizen, het onderhoud en het vervangen van bruggen, van wegen, etc. En als het gaat over de mobiliteit, ook dat we alles doen om te zorgen dat we in 2030, 35, 40 die hele transitie bijna CO2-neutrale mobiliteit hebben. Daarom is het zo belangrijk dat we vanavond weer bij elkaar zijn geweest om dat tegen elkaar uit te spreken, dat we echt commitment met elkaar hebben. En met elkaar gaan we kijken of we de juiste plannen hebben gemaakt en de juiste stappen gaan zetten voor de toekomst.